Meneer Enayat, u heeft een baan als klantmanager bij de sociale dienst in Rotterdam niet gekregen omdat u weigert vrouwen een hand te geven. Het is een rechtszaak geworden en de rechtbank heeft vorige week uitgesproken dat dat een terechte beslissing is geweest van de gemeente Rotterdam. Wat vindt u van die uitspraak van de rechter? Nou, ik heb het al in het verleden week heb ik het een judicium restricorum, oftewel een boerenvonnis genoemd. Een boerenvonnis? Ja, een boerenvonnis omdat de rechter die dit vonnis heeft uitgedraaid waarschijnlijk uit een of andere boerengat is gekropen. Voeling heeft. Ja, u zegt wel nou, maar het toen gaat de CGB. Over onze democratische rechtsstaat. Ja, maar toen de CGB ten faveur van mij. Wacht even, de CGB, dat is de commissie gelijke behandeling. Die heeft ook een uitspraak gedaan. Ja. Die gaf u gelijk aanvankelijk. En toen gaf mevrouw Verdonk wel aan van dat de commissie moet worden afgeschaft. Dus u heeft het wel over de democratische rechtsstaat. Toen de tijd ook, mevrouw. Oké, dat is wel even ingaan. De commissie heeft een heel andere functie in de rechtsstaat dan onze onafhankelijke rechters. En als u van een rechter zegt dat het een boerenrechter is en dat hij uit een boerengehucht komt, het spijt mij, maar dat hoort niet in Nederland. Als eerste, de commissie gelijke behandeling is hier in Nederland. Het bestaat, heeft zijn existentie, dankzij zijn existentie aan Europese wetgeving. En op het moment dat u de commissie gelijke behandeling zo wegzet, dan zou ik ook de rechtelijke macht zo kunnen wegzetten. Want wat ik probeer te zeggen is dat zo'n rechtelijke beslissing op een ideologische basis is gemaakt. Namelijk dat we te maken hebben in Rotterdam met een rechtelijk college dat reactionair paleoconservatief is. Maar wacht, even voor mijn duidelijkheid. De gemeente Rotterdam zegt, wij willen dat iedereen gelijk behandeld wordt. Onze medewerkers moeten iedereen gelijk behandelen. Mm-hmm. Dus zowel mannen als vrouwen een hand geven. En daarvan heeft de rechter gezegd, dat vinden wij een goed besluit. Wat is er mis met die uitspraak, inhoudelijk? Wat je terugziet in die uitspraak is dat je een terugplooiing krijgt van artikel 6 van de grondwet. Artikel 6 vanaf de Unie van Utrecht zie je dus dat het een drie modellen schaal heeft. Aan de ene kant de interne gewetensvrijheid. Tweede is vrijheid van eredienst. En derde is je te gedragen naar je religie en de publieke ruimte. En dat is waarschijnlijk het punt waar het u om gaat. Precies, ja. En nu zie je dus dat hier Nederland aan het schuren is. Omdat er een moslim zich beroept op een artikel 6 grondrecht. U zegt, ik mag op grond van de wet mij in de publieke ruimte gedragen volgens mijn religie. Precies. En dat betekent dat ik geen hand hoef te geven. Precies. Maar er is een uitspraak van de onafhankelijke rechter en die zegt wat anders. En dan is het normaal in Nederland dat we ons daar gewoon aan houden. En u heeft ongelijk gekregen. En wat heeft u gedaan? U heeft eerst gezegd, principieel wil ik vrouwen geen hand geven. En toen dacht u, oh jee, maar nou krijg ik misschien wel een volgende uitspraak van de rechter die in mijn nadeel is. Nou, dan besluit ik ook maar. Dan besluit ik ook maar om mannen geen hand te geven. Wat is dat nou? Wij geven in Nederland elkaar gewoon een hand. Nee, dat is niet waar. Als eerste, u heeft een grote lenigheid en verdrijf van feiten, mevrouw Verdonk. Ik citeer u bijna. Waar heb ik me zo op zo'n manier uitgelaten? 3 minuten geleden. Nee, ik heb het volgende gezegd. Toen de CGB in maart 2006... Commissie gelijke behandeling, ik vertaal het nog één keer. Toen zij een uitspraak hebben uitgebracht waarin ze zeiden dat het beter is voor dergelijke situaties dat je dan een uniforme begroetingsstijl hebt, toen heb ik mijn gedrag aangepast en niet naar een rechtelijke beslissing. Dus daarin vergis zeg u zich. Zeg ik ook helemaal niet. Daarin vergis u zich. Tweede, wat ik dus naar voren wil brengen, is het volgende. Dat een rechtelijke beslissing hier in Nederland heb je een driegangenmenu. Driegangenmenu betekent dus dat als je eerste aanleg ongelijk hebt gekregen, dat je daarna nog in hoger beroep kan gaan, daarna kunt kasseren en daarna een Europese Hof van de Rechten van de Mens. En u heeft aangekondigd dat u in hoger beroep precies, gaat. Precies, zaterdag was er een professor. Maar wie gaat dat nu allemaal betalen, al die beroepsgangen van u? Misschien weet u dat niet, maar ik ben zelf advocaat. U gaat het zelf doen? Ja, ik ga het zelf doen. Voor mij is het u bent van dat advocatenkantoor met die leuke site? Misschien heeft u naar geen stijl, bent u daar naartoe geweest? Nee, ik heb naar die site gekeken, maar ik kwam op hele rare andere sites terecht met allemaal naakte vrouwen. Dat is waarschijnlijk omdat onze site is gehackt. Maar als eerste, ik ben niet verantwoordelijk voor de content van de site zelf. Want dat is de site van de advocatenkantoor, voor de helderheid. Die is waarschijnlijk gehackt. Ik werk daar al een maand. De foto's op de site die zijn al 9 jaar daarop. En het advocatenkantoor bestaat 20 jaar. Bij zo'n advocatenkantoor? Het advocatenkantoor bestaat al 20 jaar. En toen speelde ik in de zandbak met Henk Patrick en Aniel. Ja, maar als u zegt, die foto's staan... Op het moment dat Sorry. Die foto's staan er al 9 jaar op. U sluit u een maand geleden aan bij dat advocatenkantoor. Misschien voor de duidelijkheid. Als je op die site kijkt, dan kom je via secretaresses kom je op een site terecht. Nou, ja, ik wil het niet zien wat vrouwen allemaal doen. Sorry, maar dat is allemaal onze website is gek. Allemaal pornografische afbeeldingen. Witte supremacisten. Waarvan u de patroonheilige bent. Ik begrijp wel de woorden helemaal niet. De patroonheilige. Je kunt gewoon Nederlands praten, dan kunnen we even met elkaar discussiëren. Ik praat Nederlands.
Maar misschien is uw niveau van Nederlands niet zo goed. Misschien ik ben te simpel, laten we daarop houden. Maar dat zijn al die kijkers ook. En die willen het ook graag begrijpen. Als ik weer even mag, ik wil even terug naar de zaak. Het niet geven van handen. Kunt u zich voorstellen? Over die site. Mevrouw heeft het dus over die site. Laten we dit zeggen. Ik was geweest naar een Powerhouse Medic Circle rechtbureau. Daar hebben ze iemand die daar ook werkt. En hij is mistransvestiet Nederland. Als ik me daar had aangesloten, dan betekent dat niet dat ik hier in Nederland het travestitisme endorseer. Wat mij betreft laten we die kwestie nu rusten. Op het moment dat je in een advocatenkantoor bent, betekent dat niet dat je achter elke handeling staat. En vooral als je gehackte website. Zullen we die kwestie nu als afgesloten beschouwen hier aan tafel? Dat we gewoon terug gaan naar de handen. Ja, heeft ze gedaan. U heeft zich verdedigd. Is nu helder. Terug naar de handen. Kunt u zich voorstellen dat mensen het vervelend vinden als u ze geen hand geeft? Nou, als je een handenschut fundamentalist, een handenschut fetischist en een handenschut radicaal zoals partner aan de overkant bent, dan kan ik dat wel voorstellen. Maar dat is meestal omdat mensen als haar proberen aan te sturen op een Clash of Civilizations. Mini offensief op beschavingen. En met zulke mensen kan ik me wel voorstellen. Oké, mevrouw Verdonk. Ik geef mensen een hand uit respect. En dat doen we in Nederland. Wij geven elkaar handen uit respect. Als iemand je hand niet pakt, dan is dat het teken van minachting. Van de moslims die ik ken, geeft ongeveer 98% mij een hand. Mij, een vrouw, een hand. Mm-hmm. Zijn dat dan geen goede moslims? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg sowieso, je hebt interpretatieverschillen. Ook als je naar de Joodse gemeenschap gaat, daar heb je ook 98% die een hand schudt. En misschien 2% van de orthodoxe rabbijnen. Ik wil graag een antwoord zien. Zijn dat geen goede moslims? Dan? We hebben het nu over moslims. Dat zeg ik niet. Ik heb het niet over goed of slecht. Ik zeg, ik wil invulling geven aan mijn leven zoals ik dat wil. Maar u probeert uw moraal, uw normen op mij op te leggen. Nee, de Nederlandse normen. Nee, de Nederlandse normen. De Nederlandse normen. Waar hebben we een wetboek van fatsoennormen? Waar hebben we een wetboek van fatsoennormen? Waar staat in de wet geschreven dat op het moment dat je elkaar tegenkomt, dat je dan handen moet schudden? Ik ben jurist, ik ben socioloog. U weet heel goed dat niet alle gebruiken, normen die gaan tussen de mensen in de samenleving, dat die allemaal opgeschreven zijn. In Nederland geven wij elkaar een teken van respect en hand. Dat doen we al heel lang. En nou komen er een aantal nieuwe mensen ons land binnen. Gelukkig het allergrootste deel van de mensen die willen wel meedoen in de samenleving. Daar zijn we trots op Nederland ook heel blij mee. Maar er zijn ook mensen die komen hier en die willen vanuit religie ons norm opleggen. En zeker ons vrouwen. Nu is het weigeren hand geven. Morgen moet ik met een hoop. Dat hoort ook bij Nederland. Gewoon elkaar laten uitpraten. Volgende is dat ik een hoofddoek om moet. De volgende stap is dat ik een hoofddoek aan. U bent bezig met de slippery slope strategie. Zo gaat het steeds. We hebben discussies. Mm-hmm. En dat verwijt ik u niet alleen. Dat verwijt ik ook heel veel Nederlanders. Ik bedoel, wij geven steeds maar een stukje toe. En ik vind dat dat moet stoppen. Oké, uw punt is helder. Eigenlijk vind ik naar u als laatste opmerking. Eigenlijk vind ik van u geeft haar dat als, u, woord, dat als u zich niet kunt vinden in de belangrijke waarden van de Nederlandse rechtsstaat, en zoals u naar onze onafhankelijke rechters kijkt, ik wil niks zeggen, maar dat hoort al helemaal niet zo. Nee, als u zich daar niet in kunt vinden, waarom blijft u dan in Nederland wonen? Dat zal ik u uitleggen. Als eerste, het verbaast me dat u een sociologe bent. Want als u de eerste handboeken van de sociologie leest, dan lees je dat het gaat om defamiliarize the familiar. Dat houdt dus in dat alle fatsoensnormen in een land of in een samenleving, die zijn contingent, die zijn veranderlijk, mevrouw Verdonk. Op het moment dus dat alle fatsoensnormen veranderlijk zijn. Maar dat precies, hebben we helemaal niet en daar zijn we dus nou mee bezig. We zijn bezig met een proces. We zijn bezig met een proces waarin hier veranderingen zijn. Ik heb dat niet beslist, want ook de Commissie Gelijke Behandeling heeft al daar 3 uitspraken over gedaan. En daar ben ik niet de initiator van geweest. Maar bent u gevoelig voor dus haar argument? Zijn, meneer Eneyat, mag ik dat vragen? Bent u gevoelig voor haar argument dat zij zegt, zo doen we het al eeuwen hier, laat ons ik ben dat daar doen. Niet gevoelig voor, want eeuwen geleden heb je hier ook Joodse mensen gehad die geen handen gaven. En dat we hebben in de laatste jaren de strijd van de vrouwen gehad. We hebben de strijd gehad van de homo's. Het heeft niks te maken met de strijd van de vrouwen. Want de vrouw zou een man, een vrouw zou een man ook geen hand geven. Een islamitische vrouw geeft dan, is dat dan ook dat er geen gelijkheid is tussen de man en vrouw? Ik geef u geen hand. Waarom wilt u dat u dwingend een hand moet geven? Nee, dat snap ik niet. Omdat u weet wat u onkuis gedachten heeft. U heeft een verstoorde geestesprofiel. U heeft een verstoorde geestesprofiel. Weet u waarom? Een verstoorde geestesprofiel. U heeft een verstoorde geestesprofiel. Weet u waarom? Omdat u uw gevoel van eigenwaarde ontleent aan het feit dat een man uw hand moet geven, u fysiek moet aanraken. Nee. En op het moment dus dat u die confirmatie nodig heeft,
dan draait de zaak om. U geeft mij geen hand. Nee, u geeft mij geen hand. Ik heb nog een oud interview gedaan. Wat vindt u een vrouw is... Wat is een vrouw? Een vrouw is 7 erogene zones. 9. En toevallig zit... Of 9, oh. Zo, heel goed. En toevallig zit er 1 in de hand. Nee. En daarom geeft u geen hand, omdat u dan bang bent dat er dan meer gaat gebeuren. Nou, ik kan u zeggen, geeft u mij een hand. Er gebeurt helemaal niks met mij. Mevrouw Verdonk, u bent aan het shoppen in interviews of u bent uitspraken. Ik heb mijn voorbereid. Dat wilde u zo graag hebben. Mag ik even mijn zin uitmaken? Ik probeerde te zoeken naar de intersubjectieve bron. Toen ik bij Paul en Witteman zat. En ik heb de Elsevier Medische Encyclopedie aangehaald. En daarin staat dat de vrouw bestaat uit 9 erogene zones. Dat is niet van mij, dat is wetenschap. Is the science stupid? Dus als ik zou zijn, is the science stupid? Dus wie is de stupid in dit geval? U. Want, probeert... En zo spreekt u mij aan. Ja. Dat is fatsoen. Ja, wilt u soms zeggen dat u fatsoenlijk bent uit mij? Ik vind dat ik heel fatsoenlijk ben. Ik spreek u gewoon aan met u. Ik ben heel fatsoenlijk. We zijn het niet met elkaar eens. Dat is het mooie van Nederland. We kunnen probeert, met elkaar probeert debatteren. Mensen te zeggen, u probeert mensen te dehumaniseren. Door te zeggen van, ja, wat zoek je hier dan? Wat doe je dat? Enzovoort. En dat is precies die plantagementaliteit waar ik me tegen keer. Die plantagementaliteit van mensen. U bent bezig mij te devitaliseren. Te wat? Devitaliseren. U bent minder bezig, vitaal maken. Ja, u bent bezig mij... als een sub-elephant te behandelen, oftewel als een subhuman. En dat pik ik niet, mevrouw Verdonk. Maar dat is helemaal niet waar. Dat enige wat u wat probeert een superioriteitsdenken. Nee, u probeert het witte machtsdenken probeert te supprimeren hier aan tafel. En dat is niet. Wat ik alleen maar zeg, dat gaat niet lukken bij u. Wij zijn in Nederland. Nee, en Nederland is een multiculturele, multireligieuze samenleving. En daar moet je aan wennen. In Nederland hebben wij scheiding van kerk. Dan is daar het gat van de deur. In Nederland hebben wij scheiding van kerk en staat. Ja, en dat, heeft, dat is een van de grondbeginselen. U bent aan het jongleren met begrippen die totaal niet relevant zijn. Dat u mij helemaal uw religieuze normen niet op kunt leggen. Dat doe ik ook niet. Even mevrouw Verdonk. En dat moet u ook. Dat hoort niet zo. Nee, de scheiding van kerk en staat hebben we net over gehad. U heeft, ja, want zo zit de situatie nu in elkaar. U bent een hele kleine... U, fundamentalistische moslims, is een hele kleine minderheid van de moslims in Nederland. U bent aan het jongleren met begrippen die helemaal niet aan te doen hier. Maar ik zeg gewoon... Juist de minderheid wordt... U bent zeg maar 2% van maximaal van de moslims in Nederland. Maakt niet uit, de minderheid van de minderheid wordt beschermd tegen de dictatuur van de meerderheid. En u bent bezig met het opzetten van een prototype. U bent een dictatuur van de minderheid ontvormen. U wil met uw 2% bepalen hoe onze samenleving gaat. U probeert de bedoeling... Dat gaat niet gebeuren. Dat kan ik u verzekeren. Nee, u gaat zien dat het wel gebeuren. U gaat zien... Wat gaat er gebeuren? Ik zal u zeggen wat er gaat gebeuren. Rotterdam heeft nou al beslist dat ik handweigeraar niet als... klantmanager aan de slag gaan, maar wel als regiomanager, wel als directeur en wel in andere functies. Dus u ziet al dat het Nederland waar u voor staat... Ja, het Nederland wat u voorstaat is al aan het wegglippen, ik had de illusie... Dat is ook waar ik me zo dat het witte supremacistisch denken. Ik had de illusie dat is die plantagementaliteit van u. Ik had de illusie om vanavond, meneer Eniat... Dat is historie. Punt is helder. Ik had de bedoeling vanavond om na de eerste ronde u wat bij elkaar te brengen. Die illusie geef ik vanavond aan deze tafel geef ik u even op. Ik heb een vraag aan u. Ik vind dat u vanaf het begin van uw antwoorden... heeft u het over boerenmentaliteit... dat u redelijk beledigend bent in uw terminologie... Waarom doet u dat als u de goede zaak wilt bepleiten? Ja. Nou, ik weet niet of ik beledigend ben. Nou, u noemt mevrouw Verdonk stupid en u heeft die rechter... Nee, ik zei, het is de Stein stupid. En dat is wat Bill Clinton toen de tijd ook had gebruikt. Ik vroeg, wie is stupid? Kerry van der Linden die interviewt haar. Maar denkt u dat u haar zaak goed bepleit als u vrij forse beledigend in de richting... Ja, weet je waarom ik dat kies? Dit is een strategie van contra-hegemoniseren. Oftewel, contra-hegemoniseren. Je hebt een hegemoon en dat is de witte... Blanke mans sociale collectiviteit. Mevrouw als sociologe zal dat wel weten. Daar zal ik niet bij horen, want ik ben een vrouw. Ja, en wat je dus ziet, is dat je dan die witte patriarchen hebt. Die gebruiken die blanke vrouwen om bepaalde standpunten naar voren te brengen. En ik ben dus aan het contra-hegemoniseren. En daar moet je wel brutaal voor zijn. Ik heb ook nog een moeilijk woord. Daar moet je dus brutaal voor zijn. Weet je wat hier aan de hand is? De militante cultus van de eigenheid. Moet je onthouden, is ook een heel moeilijk woord. En wie bedoel je dan? Nou, mevrouw Verdonk en deze meneer dringen allebei mekaars eigenheid op. Handen geven is volgens ons het beste. Niet handen geven is volgens hem het beste. Dan kom je dus nooit tot elkaar, want we dringen mekaars eigenheid op. We willen elkaar omvormen tot ons eigen, wat wij goed vinden. Zo kom je nooit tot elkaar. Ja. Over de drempel van je eigenheid kijken, dan kom je tot elkaar. En wat mij bevreemd bij deze meneer... Ik heb vanmiddag die website gelezen en de columns die hij publiceert op die Meersap-site... Mm-hmm.
Wat ik een beetje gek vind, het zijn wel heel intelligente columns, maar er staat er van, u staat een militante moslimbeweging voor. Oh nee, dat was in 2002 had ik geschreven. En militant betekent strijdvaardig, strijdlustig en niet militaristisch. Oh, er staan nogal columns voor. Ik heb die bewuste column. Ik ken de Holocaust niet, mevrouw. Ik heb die bewuste column voor me, hij is van juli 2008. En daar heeft ik ontken de Holocaust niet, dat is weer een leugen. Nee. De Holocaust-leugen van u. Hou au. Nee, dat is scherp. Dat zijn scherpe woorden. Ja, die mevrouw die zegt dat de Holocaust ontkent. Dat is een criminele aangelegenheid. Ik bedoel, dat is volkerenmoordontkenning. Ja, dat doet u daarvoor, niet. Daarvoor, natuurlijk niet. Nee. En wat betekent dat dat u zegt, ik wil een militante moslimorganisatie? Militant betekent strijdvaardig, strijdrustig. En als je het kijkt in de context van waar ik het plaats, dan heb ik het over de Angry Young Blacks. Toen de tijd in de jaren 60, 70, die in Amerika waren begonnen met een burgerrechtsbewustzijn. En daar heb ik het over. De burgerrechtsbewustzijn hier in Nederland. U zult nooit voor uw actie, welke actie dan ook, welke vorm dan geweld ook gebruiken? Tuurlijk niet. U gebruikt de geweld. U gebruikt verbaal geweld. Ja, verbaal geweld gebruikt u ook. U gebruikt verbaal geweld. Ik heb geen scheldwoord in mijn mond gehad. En jij, u bent bezig de maatschappij op te delen in bipolaire conceptualisaties. In zij en zij. Begrijpt u? En op het moment dus dat je daarmee bezig bent. Ik wist niet dat ik daarmee bezig was. U lacht er zelf op. Denkt u dat u goed bezig bent in de beeldvorming voor een groep moslims, waarvan terecht mevrouw Verdonk zegt, het is 2% van de Nederlandse samenleving, door op deze manier bij ons en ook in andere programma's te acteren? Geef antwoord op deze vraag. Ik wil direct antwoord geven. Kijk, ik heb in april heb ik een chef de oeuvre heb ik afgescheiden. En dat heet Terrornoia. Daarin behandel ik hoe je als praktiserende moslims eigenlijk terechtkomt in een soort van legal outer space. En dat er niemand is die het voor je op wil nemen. Geen mecenas, geen patroonheilige. En hoe kun je dan, op het moment dus dat de politieke partijen je niet wil steunen, hoe kun je dan het beste daartegen met ageren? Met een zekere agressie in programma's op militant, te treden, kennelijk. Militant, ja, niet, je bent militant. Ja, militant, strijdvaardig, strijdlustig. Wat ik u zeg, ik zal nooit geweld gebruiken. Maar dat zult u denk ik ook niet doen. Want U gebruikt ook geweld. U gebruikt meer geweld dan ik. U gebruikt duidelijk U heeft het over boerenrechten, u heeft het mij over stupid, u heeft mij geen scheldwoord horen gebruiken. Dat is ook geweld. Nee, u houdt daar het begint feit, het geweld. U houdt het over het feit, ja, wat doe je hier dan, enzovoort, enzovoort. Ik vind geweld ook, elkaar dwingen een hand te geven, terwijl je dat niet wil. Mevrouw Verdonk, is er een weg, want dit polariseert natuurlijk in de samenleving. Ja. Dit gaat door, dit polariseren in de samenleving. Ik vind dat u heeft gepolariseerd door op een baan te solliciteren waarbij u de hele dag als het ware handen moet schudden. En u zou, meneer Nayat, u heeft gesolliciteerd op een baan, klantmanager, waarbij als het ware de hele dag die mensen moeten geven. Dan heeft u verkeerde opvatting over de maan. Dat is gewoon mensen aan een baan helpen. En misschien is handen schudden 0,01% van de job. En zou u hem de ruimte niet moeten geven om af en toe zijn geloof te beleiden door geen hand te geven? Wat is daarop tegen? Als je dat niet op een niet-assertieve manier, als het ware, vormgeeft. Deze meneer geeft vrouwen geen hand. Wij zijn in Nederland gewend om elkaar een hand te geven. Ik sta met trots op Nederland voor de Nederlandse waarden en normen. En we gaan niet steeds daarop wat toeleggen. Daar ben ik fel tegenstander van. Ik vind gewoon dat wij elkaar uit de respect hebben. Hij gaat over zijn geweten. Dus hij mag vanuit zijn geweten vinden dat hij mensen als beroep op de Nederlandse normen en waarden. Hij legt zijn religieuze motieven, zijn religieuze manier van leven, wil hij aan mij opleggen. Als ik in de moskee kom, trek ik mijn schoen uit, pas ik me eraan. Ja, we hebben hier scheiding van kerk en staat. Wij hebben scheiding van kerk en staat. Ja, wij zijn gelijkwaardig, man en vrouw. En we geven elkaar gewoon de hand. En als hij dat dus niet wil vanuit religieuze overtuigingen, wat dan? Dan worden wij het niet eens. Het wordt tijd dat er eens een wet komt waarin gewoon staat wat onze fatsoensnormen zijn. Wilt u dan kunnen we iedere nieuweling dat ook duidelijk wilt maken. Wilt u via een wet hem verplichten later om handen te geven? Ik vind dat de Nederlandse waarden en normen, dat we die eens veel duidelijker moeten beschrijven, de Nederlandse identiteit. Dan weet iedereen ook, die hier nieuw komt wonen, En als Nederlanders weigeren om aan die wet ook te voldoen. En daar staat dus ook in dat wij elkaar Even hoog, dat een slappe hand zijn. Mag je ook boksen? Mag dat ook? Nee, met een gebalde vuist kun je geen hand geven. Nee, je kan toch zo doen? Maar dat is, u wil uw vuist ballen. Dus wat nee, maar mevrouw Verdonk, hoe gaat u vorm geven? Nee, vraag is aan mevrouw Verdonk of zij op de een of andere manier hem wil dwingen op een gegeven moment om hand te geven. Dat is de kernvraag. Als we een wet willen maken waarin staat dat dat deel is van de Nederlandse identiteit, ja, dan wil ik dat. Wij hebben Nederlandse waarden en normen. En als deze meneer weigert, als er een wet is om handen te geven, wat dan?
Wat het gevaar is van wat er nu gebeurt, ja, is dat het steeds erger wordt. Nu is het mij geen hand geven. Ja. U wil niet weten hoeveel vrouwen ik ontmoet die op straat uitgescholden worden voor hoer. Van wie de dochters uitgescholden worden voor hoer. Het gaat iedere keer over de vrouwen. Het gaat iedere keer met de grote kam, mevrouw. Over de dat zijn niet homo's. Dat is waar het over gaat. Maar wat in ieder geval... Wat in ieder geval... Ja, u laat gaat te veel aan het woord. Nee, precies 50-50. Het is nu 50-50. En we hebben de zoon van Maries de Hond erin heeft bijgehouden. Wat in ieder geval niet kan en niet hoort, zijn de oordelen die hier aan tafel worden uitgesproken. Zijn de handelwijze van deze meneer, die vanuit zijn 2% denkt dat hij de rest van Nederland kan regeren. En mijn vraag aan u was, stel je voor dat hij altijd zal blijven weigeren om handen te geven, wat dan? Dan zou ik hem toch nog eens gewoon willen vragen, moet u niet naar een land waar dat heel hier gebruikelijk is? Ik blijf hier. En u ziet zich misschien dat, veel gelukkiger. U ziet nou al dat de gemeente Rotterdam van standpunt is veranderd en dat uw standpunt een heel fundamentalistisch, rigide standpunt is en dat ik gelijk ga krijgen bij Europees Hof van de Recht. Want Nederland is geen soeverein land meer. We hebben deel van onze soevereiniteit afgegeven aan supranationale instellingen zoals Europa en mevrouw... Soms lacht u als u een moeilijk woord vertelt. En dan zit u gewoon te lachen een beetje. Wat er dan gebeurt is, mevrouw, dat ik daar toch gelijk krijg. En dan zeggen we gewoon, ton, niet links of rechts, maar recht in de zee in een ton. Oh. In de zee. U zou het willen, maar ja, het gaat niet gebeuren. Dat, u zult zien. Nee, wacht even hoor, want anders blijft dit hangen. Wenst u haar nou, wat wenst u haar nou toe? Nou, ik wens haar in een ton? Veel wijsheid toe. Okay. Maar dat er niet even iets militants blijft hangen? Nee. Dat is mevrouw Verdonk, meneer Mohamed Enayat, bedankt. En wordt vervolgd, ben ik bang, de komende jaren in Nederland.